Welkom allemaal. Wij gaan weer verder Bijbel lezen. De vorige keer zijn wij afgedwaald en hebben we gesproken over de vertaalfouten in de Schlachterbibel, de Duitse versie. En vandaag hebben we besloten om de draad weer op te pakken bij Genesis 10, toch weer drietalig te gaan doen. En als we vertaalfouten tegenkomen in de Schlachterbibel, om die dan te bespreken. Dan komen we er in elk geval uit. En we doen het Bijbellezen in drie talen, zodat het toch verstaanbaar is, zoveel mogelijk voor een zo groot mogelijke groep. Maar voordat we van start gaan, mogen Jurk en Michael even hallo zeggen tegen iedereen. Hallo jongens. Ja, hallo Perry. Hi Michael. Hallo Perry en iedereen daarbuiten die video's hier gaat bekijken. Het zijn ervaringsgewijs niet zo vele, maar dat moeten de mensen zelf maar weten. Ja. Wij kunnen alleen maar zeggen van wij bieden het aan en wij geven deze inzicht vrij ter beschikking voor iedereen die het graag wil leren. En dan zullen we een keer zien wie die Heilige Geest daar naartoe leidt om deze video's te gaan bekijken. Mm-hmm. Want ik denk dat we toch in de afgelopen tijd al verschillende onderwerpen besproken hebben, die veel mensen zo uit de Bijbel nog niet getrokken hebben, die ze zo nog niet geleerd hebben, die ze zo vooral nog niet geleerd gekregen hebben, als ze naar hun pastoor gingen, als ze naar hun kerk gingen. Ja? Dat er toch een paar dingen zijn, die anders geleerd geweest zijn. Onder andere de naaktheid van Noah gezien te hebben. Ja? Shem, ja. Herinneren wir uns, we herinneren ons nog daaraan. En nu gaan we dus verder in Genesis kapitel 10 verder. En we gaan die tijd na de vloed eigenlijk afsluiten door de generaties te bespreken die na Noah en zijn drie zonen, door Noah en zijn drie zonen in feite op de wereld gezet geweest zijn. Mm-hmm. En ik kan je nu al zeggen, heel interessant is de laatste vers in dit kapitel. Maar daar zijn we nog niet, we beginnen nu aan de eerste verse. Ja. Dus, gelijk gewoonte is, zal ik eens een keer de lezing gaan beginnen in het Engels, mm-hmm. in de Koning James versie, en dan gaat Perry overnemen in de Statenvertaling in het Nederlands, en tenslotte gaat Michael in de Deutsche Schlachtervertaling ja. de Duitse versie daarvan lezen. Ja, ja de slechte slachter. Maar ik heb ook hier mijn boek van die Luther 1545. Ja. Ja. 1545, ja. Ja, mij maakt niet uit welke dat je leest, maar we moeten het wel weten, omdat we moeten weten welke. Ja, ik doe dat van die Slachter, maar ik controleer dat ook met die Luther. Ja, oké. Okay. Ik zal een paar versen tegelijk lezen, want het gaat heel vaak over naamsvernoemingen en dergelijke dingen meer. En dus in feite niet zoiets moeilijk om later dan te vertalen. Dus ik zal een keer de eerste paar versen lezen. Genesis chapter 10 from the King James Version. It reads verse 1. Now these are the generations of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth. And unto them were sons born after the flood. The sons of Japheth, Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tyrus. And the sons of Gomer, Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah. And the sons of Javan, Elisha, and Tarshish, Kittim and Doadinim. By these were the isles of the Gentiles divided in their lands, every one after his tongue, after their families, in their nations. Right. Dat zal kunnen volstaan, de eerste vijf versen. Ja, pak ik ze er even bij. Genesis 10, uit de Statenvertaling. Dit zijn nu de geboorten van Noach's zonen, Sem, Gam, en Jafet. En hun werden zonen geboren na de vloed. De zonen van Jafet zijn Gomer en Magog en Madai en Javan en Tubal en Mesech en Tiras. En de zonen van Gomer zijn Ashkenaz en Rifaat en Togarma. En de zonen van Javan zijn Elisa en Tarsis. De Gittieten en Dodanieten. Van deze zijn verdeeld de eilanden der volken in hun landschappen, elk naar zijn spraak, naar hun huisgezinnen onder hun volken.
Und dann ob es schon da ist. Ja. Dies ist die Geschichte der Söhne Noahs. Sem, Ham und Japhet. Und nach der Sintflut wurden ihnen Söhne geboren. Die Söhne Japhets waren Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech und Tiras. Die Söhne Gomers aber Aschkenas, Rifat und Togarma. Und die Söhne Javans, Elisha, Tarsis, die Ketea und die Dodaniter. Von diesen haben sie sich auf die Gebiete der Heiden verteilt, in ihre Länder, jeder nach seiner Sprache, in ihre Völkerschaften, jeder nach seiner Sippe. Das war Schlachter 2000. Ja. Interessant finde ich hierbei die Wortkürze von das Wort Gentiles, Heiden, das Michael Joss vorgelesen heeft. Mm-hmm. And tongue, ja, als wir Vers 5 nehmen. Mm-hmm. By these were the isles of the Gentiles divided in their lands. Das Wort Gentiles berührt auf das hebräische Wort Goyi, weil wir vandaag die Goyim noemen. Ja, dat mensen zeggen van, oh, die Joden spreken slecht over de Heiden, ze noemen ons Goyim. Ze noemen mm-hmm. ons Dieren. Ja? Mm-hmm. Maar dat is zo. Dat is de bedoeling van dat woord Gentile of van het woord Goyim in Hebreeuws. Ja? Dat is een troep van van dieren, dus een horde van dieren, ja. Gentile, heathen, dat zijn dus de heiden, maar ook nazi en mensen, en dat is uiteraard heel belangrijk. Interessant is hierbij dat daarbij staat: By these were the isles of the Gentiles divided in their lands, every after his tongue. Tongue, ja, Sprach, Tal, in feite, ja, the tongue, ja, van den Mens of van Dieren, wordt werkelijk gebruikt als het instrument van, ja, Licken, Eten of Sprach. En figuratief natuurlijk. Heeft het ook een andere betekenis, zoals spraak, een vork of een vlam. En het heeft ook de betekenis van babbler. Ja? Vandaar dat we een keer moeten denken aan Babylon, later on. Bij evil speaker, ja? Dus iemand die duivels spreekt, die slecht spreekt, bij wijze van spreken. Ja? Language talker, tongue and wedge. Dus heel veel betekenissen hiermee bij. En waarom zeg ik dat zo duidelijk? Wel, omdat we later met de torenbouw te Babel ja ook nog tegenkomen dat God de mensheid terug onder nazi's verdeelt. Hij heeft het dus hier ook al gedaan. En wat hierbij belangrijk is, is dat we leren dat ze al verschillende talen spreken. Ja? Mm-hmm. Er staat hier duidelijk in. By these were the isles of the Gentiles divided in their lands, everyone after his tongue. Dus God heeft die mensen verdeeld naar hun eigen taal. Maar wat was in Babylon gebeurd? Ik neem dat eventjes een keer voor weg, dat we het beter verstaan. Mm-hmm. God heeft hier na de vloed de mensen verdeeld in hun eigen taal, iedereen in zijn eigen gebied. Maar in Babylon heeft de mens, namelijk Nimrod, al deze mensen bijeengebracht en weer één taal laten spreken. Precies dat wat vandaag de dag in deze wereld gebeurt met de eenmaking van één religie, één wereldregering, één taal, enzovoort. Ja? Deze eenmaking. Die is dus tegen God. God heeft niet pas in Babylon de mensen in verschillende naties verdeeld, in verschillende talen verdeeld. Hij heeft het al direct na de vloed gedaan. Dat is een punt die volgens mij heel vaak overzien wordt. Waar overheen gekeken wordt. Wat mm-hmm. niet zo vaak opgemerkt wordt. Daarom wil ik dat eens een keer bemerken hierbij. Ja. Maar ik hoor ook jullie opmerkingen daar graag over. Ja, ik pak even een bekijken hoor. Kijk, hier wordt bij die dat die kreet Gentiles uit de King James in de Statenvertaling wordt gesproken over der volken. Mm-hmm. Dus het gaat gewoon om volk. En in de Schlachter gaat het dus over die kibieten, de heiden. Ja, heathen, Gentiles. Ja, de juiste vertaling. Die is dan dus beter correcter dan der volken. In dit geval is de Schlachter correcter in de vertaling als de
Staatenvertrouwen, ja. Ja, maar die slachter die noemt gebieden en niet insel. En die Luther 1545 die noemt ja. Dat insel. Ja. Ja. Die startet ook als je op die 1 daar klikt, naar gebieden. Daar komt dan insel. Ik snap het niet waarom dat niet daar staat. Uh-huh. Ah, dat snap ik niet. Dat is niet origineel. Nee, ah. Precies. Het Hebreeuwse woordje van is I. Ja, ja, ja. Is Y geschreven. Is een bewoonbare stuk land. Zoals het wensbaar is, droog land aan de kust, een eiland, een land, een eilandje. Ja, er worden hier verschillende woorden gebruikt. Isle, island, dat is in grunde allemaal hetzelfde. Een isle is een klein eilandje, laat ons maar zo zeggen. Ja, ik heb dat ook opgekeken, maar ik denk dat... Dat daar geen zin drin is dat die slachter dat gebieden noemt. Maar ja, het is wie het is. Bewoonbare plaatsen had men in de slachter misschien beter moeten gaan zeggen. Want dat is de eerste verklaring die Esau daarvoor geeft. Hè? Mm-hmm. Properly a habitable spot. Dat is een bewoonbare plaats. Okay? Droog land. Aan een kust of een eiland. Een land. Een natie. Ja. Waarbij het woord natie hier niet gebruikt wordt, maar country. Dus daar moet je ook voorzichtig mee zijn met al die dubbele ja. Betekenissen daarvan. Dat is allemaal niet zo evident. Nee. Een ander punt waar wij misschien tot nu toe overheen gelezen hebben, wil ik eens een keer duidelijk vermelden. Mm-hmm. Ja, dat weet vers 3. Warte. Ja, ik dacht, dat was een andere vers. Ik moet dat opkijken op die King James Bible. Nakijken, ja. Ik heb het over vers 3, dan kunt u ondertussen nakijken wat jij wilt nazien, broer. Vers 3 zegt, and the sons of Gomer, Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah. Wie kent vandaag de dag niet het verhaal van de Ashkenazi-Joden, die ze ons overal willen vertellen? Mm-hmm. Da könnte man een keer zien waar de naam in feite al op terugkomt. We spreken hier dus over een heel oud volk. Dat dan later, zo gezegd, de Joodse geloof aangenomen heeft. Ja? Deze Ashkenazi komen ja ergens van in de buurt van Rusland, ergens in het oosten. Ja? Mm-hmm. En hebben blijkbaar, zo wordt verteld in deze wereld, de Joodse geloof aangenomen. Maar ze zijn geen Joden. Ja? Nou, de motto het zijn die waarvan Jezus gezegd heeft, die bedweren dat ze Joden zijn, maar ze zijn geen Joden. Daar bedoelde hij wat anders mee, daar wil ik nu ook niet op in. Ik wil je maar zeggen van, als man sich bezighoudt met zo van die Gerüchten te verbreiten, dat doen veel mensen, die Gerüchten te verbreiten van Ashkenazi-Joden, dan sollten sie es nicht hier in der Bijbel moeten gaan lezen en zien dat de Ashkenazi hier als een van de allereerste volkeren ter wereld überhaupt al vernoemd worden. Dat weten veel mensen wahrscheinlich niet eens. Ja. En vandaar vind ik het belangrijk dan nog eventjes eens een keer ook te noemen, dat men zich daar bewust van is, dat dat hier al in staat. De zonen van Gomer, Ashkenaz, and Riphath and Togarmah. Ja. En heb ik er nog een vraag over die naam Magog? Ja. Dan Gog moet je, en Magog. Moet je Peter Gabriel aanvragen. Ja, daar kom je tegen in die openbaring ook. Dat is in de laatste kapitelen van de openbaring. Ja. Ja, de oorlog tussen Gog en Magog. Ja. Het is goed dat wij nu beginnen met de Genesis. Want ik heb verschillende mensen die een opmerking maken en zeggen, oké, als je een vertaling maakt van de King James Bible, kan je alsjeblieft beginnen met de openbaring. Ja, ik vind dat niet zo'n goede idee. Het moeilijkste boek direct om te beginnen. Ja. Ich persönlich sau, als ich damit gern beginne, het erste Buch von dem Alten Testament will vertalen, das ist das Buch von Daniel. Und das ist volgens mij het belangrijkste Buch in het Alten Testament. Und will von all die Prophetieën, die uitwerken op onze Zeit van vandaag.
in Tegestelling tot viel andere alte Propheten, die auch gesagt wurden, die das so tun, aber das nicht tun. So als bijvoorbeeld Ezekiel 36. En van Ezekiel 36 wordt gezegd, dat is de reden waarom de staat van Israël vandaag de dag bestaat. Want dat is een dikke, vette leugen en misinterpretatie. Maar het boek van Daniel geeft wel heel veel kennis over de antichristen, over de tijden die wij vandaag de dag leven. En dat is het bijzondere aan het boek van Daniel. Je hebt drie profetische boeken, alleen je hebt in feite maar twee echte profeten over de eindtijd. Dat is Daniel, dat is Johannes en dat is een klein beetje Paulus. Als je Thessalonica leest, 2 Thessalonica, kapitel 2. Dus ik persoonlijk ben een voorstander van het boek van Daniel eerst te vertalen. Dat zal misschien zo'n boek zijn dat ik zelf op mij zal nemen om dat te doen. Maar ja, we zullen een keer zien hoe dat gaat. Ja. En dat, die Gog en Magog, kan je daar iets... Want ik weet eigenlijk niet goed wat dat nou inhoudt. Nou, ik heb nu die versen uit de Openbaring niet direct voor mij, waar Gog en Magog in voorkomen. Zo geschoold ben ik niet in het Bijbellezen dat je mij gewoon een trefwoord geeft en dat ik direct weet waar dat erin staat. Nee. Als het niet denk, weet is, dan is dat ook goed. Ik denk wel dat het min of meer over de laatste oorlog gaat van bij Armageddon. Ja? Nou, het duizendjarige rijk van Jezus Christus op deze aarde. Ja. Openbaring 20:8. Hè? And shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to the battle, the number of whom is as the sand of the sea. Ja? Dus de battle, daar spreken we hier over, met Gog en Magog, daar spreken we hier over hoe Satan verslagen wordt in Openbaring kapitel 20. Ja? Daar gaat het over. En daar komen Gog en Magog weer in voor. En dus het woord Gog is van Hebreeuwse origine en is een symbolische naam voor een toekomstige antichrist, Gog. En Magog is ook van Hebreeuwse origine en is een vreemde natie die antichristelijk is, een antichristelijke partij, Magog. Dus Gog en Magog zijn allebei geen christenen, hebben allebei iets met een antichrist te doen. Ja? En zover dat ik dat versta, komt dat ene uit het Israëlitische of uit het Joodse en dat andere komt even uit de heiden. Ja? Dus de ene is gelinkt aan de Israëlieten en de andere is gelinkt aan de heiden. Zo versta ik die twee. Ja? Maar daar leg ik geen nadruk op. Maar zo versta ik dat voor het moment. Goed, ik weet niet of dat Michael nu nog... Ja, dat is de bedoeling van deze studie. Ja, ja. Gaat we allemaal wat bijleren. Michael wilde ook nog iets zeggen, zeker? Nee, niet op dit moment. Want het is een beetje moeilijk dat uit te leggen. En het is niet... ik denk dat het niet juist in Genesis 10. Genesis 10. Want dan maken we verder met Genesis 10, denk ik. Goed. Vers 6 leest dan in de koning James, and the sons of Ham, Cush, and Mizraim, and Phut, and Canaan. Nu interessant is dat Canaan hier als laatste genoemd wordt, alhoewel dat wij nog weten dat Canaan de eerstgeboren was. Ja, Canaan is het resultaat van overspel dat Ham gedreven heeft met de vrouw van zijn vader. Ja. En normaal gezien staan die mensen altijd hier in volgorde van de geboorte. Maar Canaan staat hier van achter geschreven. En dat heeft een reden. Want Canaan is al vervloekt. Ja. Ik kan u niet helemaal zeggen hoe dat in elkaar zit. Maar zo versta ik dat hier tenminste. De zonen van Ham zijn Cush en Mizraim en Phut en Canaan. Alhoewel Canaan de eerstgeborene staat hem helemaal van achter. En dan gaat het verder. And the sons of Cush, so that zijn dus dan de kleinkinderen van Ham, Seba and Havila, and Sabta and Raama and Zabteca, and the sons of Raama, Sheba and Dedan. En bij vers 7 hou ik het voor de moment, dan wil ik het eventjes aan jullie twee overlaten. Ja, oké.
Uit de Statenvertaling, vers 6 en 7. En de zonen van Cham zijn Cush en Mitzraim en Put en Kanaan. En de zonen van Cush zijn Seba en Havila en Sabda. En Raema en Sabtecha. En de zonen van Raema zijn Sheba en Dedan. Dan de slachter. Mhm. Und die sind die Söhne Hams, Kusch, Mizraim, Put und Kanaan. Und die Söhne Kuschs, Seba, Havila, Sabta, Ragma, Sabtecha. Und die Söhne Ragmas, Sheba und Dedan. Und warum will ich nun nicht weiterlesen nach diesem Vers? Und wir fanden den folgenden Vers, die sehr interessant ist. Und hier gaben wir nämlich lesen, dass Nimrod, mit anderen Worten, der Achterkleinsohn von Noah ist. Ja? Wir haben Ham als Vater, Kusch, seinen Sohn, das ist der Kleinkind von Noah. Und Nimrod ist das Achterkleinkind von Noah. Ja. Und in Vers 8 lesen wir, und Kusch begat Nimrod. He began to be a mighty one in the earth. Yeah. He was a mighty hunter before the Lord. Wherefore it is said, even as Nimrod, the mighty hunter before the Lord. Precies. Zal ik dan verder pakken op de Statenvertaling? Alsjeblieft. En Cush gewon Nimrod. Deze begon geweldig te zijn op de aarde. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. En daarom wordt gezegd, dubbele punt, gelijk Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Auch zeugte Kusch den Nimrod, der war der erste Gewalthaber auf Erden. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, daher sagt man, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, wie Nimrod. Ja. Ja, en dan komt hij. Ja. Ja, zeg maar. Ja, dit is dus het begin van Babylon. Ja, dat begint natuurlijk met de geboorte van de oprichter van. Hè? Ja. Ja. Ik vind het interessant dat uiteraard de Bijbel niet weergeeft wat mij vaak geleerd wordt, namelijk dat is dat als we dat woord hunter gaan bekijken, dat is tsashit, dat betekent hetzelfde als de wortel van dat woord, the chase, dat wil zeggen de jacht, also game, dus wild, ja, generally lunch, dus middageten, especially besonders op een reis. Iemand die eten fangt, die jagt en die dus ook wild jagt, venison en victuals en zo. Wat mij vaak geleerd werd, onder andere door Walter Veit, waar ik heel veel video's in het verleden bekeken heb, ik denk gelijk iedereen die zich begint met deze dingen bezig te houden en zelfs nog niet over de Zevendaagsadventisten ook maar iets gerechercheerd heeft. Ik wil nu Walter Veit geen woorden in de mond leggen die hij niet gezegd heeft, maar ik denk dat ik het toch ook van hem, maar dat hij bedoelde van dat die zin betekent, even as Nimrod the mighty hunter before the Lord, dat betekent dat hij niet alleen maar een jager van dieren was, maar dat hij vooral ook een jager van zielen was, mensenzielen. En dat is natuurlijk logisch als je verder kijkt waar ze dan Babylon aan het bouwen zijn, waar dat hij daarvoor zorgt, dat die mensen niet meer op een vrije plein gaan wonen, maar ingesloten worden in muren van een stad. Iets wat God nooit meer bevolen heeft. Ja? Dus ik ga niet zeggen dat die uitleg van Walter Veit niet juist is. Ik ga alleen maar zeggen van dat de uitleg van de woorden die hier in de Bijbel gebruikt worden, dat niet weergeeft. Ja? Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat wij een beetje kijken naar die oorsprong van die naam Nimrod. En dat is Hebreeuws 5, 2, 4, 8. That is, start here in the Esau, probably of foreign origin. So, misschien of buitenlandse origineel. Von fremde Afkomst, ja. Fremde Afkomst. Nimrod, son of Cush, Nimrod.
Und das da in die Slachter-Verteilung, als ihr das bekeigt, ob der Webpagina, ob der Webpage von der Slachter, das da dann Indexnummer 1. 4, sorry, 4. Ja. Okay, und das da, nee, ein bisschen. Oh ja, hier, ja. Ja, präzis. Ja, der Rebel, ja. Bedoeling ist der Rebell. Ja. Ja. Das ist viel belangreich, dass ihr seht, dass er was genannt Rebell, ja, dann denk altijd an Billy Idol, Rebel Yell. Ja. Weil das Problem ist, dass diese Uitleg der Bibel selbst in den Worten, als wir hier Esau gerade bekijken, dass die das nicht weergeben. Ja, das ist der Punkt. Das ist auch die Bedeutung, dass ich die Isort nennt. Man, die Isort steht hier drin, dass es ein gewohner Name ist. Ja, nimm Rode. Ja. Als je nu eens niet kijkt naar dat woord mighty hunter before the Lord, ja, dat woord mighty, dat is heeft de betekenis als machtvol, een krijger en een tyran. Een kampioen, een giant. Een giant weten we van Genesis 6, giants zijn ook bullies. Ja? Mm. Dus als je dat daarmee bijneemt, mighty hunter, dan klopt het uiterlijk wel ergens. Dat hem daardoor een rebel geweest zou zijn, want hij was ja powerful, hij was machtvol. Ja? En iemand die macht heeft, dat weten we, ja, macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut. Ja. Ga maar eens een keer hier kijken bij vers 6. En dan een keer zien, wat zegt dan Matthew Henry daarover? Misschien is dat interessant wat Matthew Henry in zijn uitleg geeft. Ik weet niet, je hebt nog altijd Esau niet, hè? Nee. Goed. Als je het oké vindt, dan ga ik eens een keer even het schermdelen overnemen. En dan gaan we eens een keer zien wat Esau daarover zegt. Want dat is ganz interessant. En dan kijkt hij hierboven. Daar staat er hier, Nimrod was a great hunter. With this he began, and for this he became famous to a proverb. Yeah. Every great hunter is, in remembrance of him, called a Nimrod. Some think he did good with his hunting, served his country by ridding it of the wild beasts which infested it, and so insinuated himself into the affections of his neighbors and to go to their prince. Those that exercise authority either are or at least would be called benefactors, as we read in Luke chapter 22, verse 25. Others think that under pretense of hunting, he gathered men under his command. So what Matthew Henry here deutlich sagt, is, he sagt, others think, anderen denken. Yeah. That is just not Bibles gefundiert, okay? Others think that under pretense of hunting, he gathered men under his command in pursuit of another game he had to play, which was to make himself master of the country and to bring them into subjection. To make himself master, Jesus Christus sagt, er ist mal ein Master, Jesus Christus. Ja? He was a mighty hunter, that is, he was a violent invader of his neighbor's rights and properties and the persecutor of innocent men, carrying all before him and endeavoring to make all his own by force and violence. Das mit anderen Worten, Nimrod ist für mich der erste Antichrist. Ja? Als ich sehe, was die hier tut, folgt Matthew Henry in seinem Kommentar. He thought himself a mighty prince, but before the Lord, that is, in God's account, he was a mighty hunter. Note, great conquerors are but great hunters. Alexander the Great and Caesar would not make such a figure in scripture history as they do in common history. The former is represented in prophecy as a he-goat pushing. That's Daniel chapter 8, verse 5. Nimrod was a mighty hunter against the Lord. So the Septuagint. The Septuagint, for the people who do not know, for the Menschen, die nie weten, that in Nederlands uitleg, the Septuagint is the Bible, het Oude Testament, in Grieks,
dat dus uit het Hebreeuws in het Grieks vertaald geweest is. Dus deze oude schriften, die schriften uit het Oude Testament, waren 100 tot 200 jaar voor Jezus Christi geboorte bereits overal in circulatie. Ja? Niet op de straat, hè? Niet bij de gewone mensen. nee. Maar wel bij mensen die, laten we maar zeggen, dat wisten. Ja? Zoals bijvoorbeeld, je kunt ervan uitgaan dat die beroemde Griekse filosofen ook allemaal kennis hadden van de Heilige Schrift. Kennis hadden van de schriften van de Hebreeërs. Daarom hebben ze überhaupt die leugens van evolutie en dergelijke in de wereld gezet. Want die evolutieleugen is niet uit de 19e eeuw, gelijk velen denken van Charles Darwin. Dat heeft zijn wortels al in het oude Griekenland. Ja? En zelfs nog ouder. Het gaat namelijk altijd over een verloochening van God en zijn werk. Ja? Dus als hij hier zegt, Nimrod was a mighty hand against the Lord, so the Septuagint, die Septuagint zegt dat, maar de Septuagint is dus een vertaling van het Hebreeuws in het Grieks. En dat betrouw ik even min als een vertaling van het Hebreeuws in het Latijns. Okay? Mm-hmm. That is, 1, he set up idolatry, as Jeroboam did, for the confirming of his usurped dominion. Daar heb ik nu geen probleem mee om dat te geloven, dat hij idolatrie opgetrokken heeft, want daar was Babylon, ja, wat denk ik wel voor bekend, hè? That he might set up a new government, he set up a new religion upon the ruin of primitive constitution of both. Babel was the mother of harlots. He carried on his oppression and violence in defiance of God himself, daring heaven with his impieties, and if he is the huntsman, could outbrave the Almighty and were as a match for the Lord of hosts and all his armies. As if it were a small thing to a weary man, he thinks so weary, my God also. Isaiah chapter 7, verse 3. Ja, dus ein klein bisschen mehr örtlich über Nimrod. Ich denke, als wir da ferner mit gehen, dann müssen wir hier den hele Kommentar von Matthew Henry nicht hier gerne lesen. Mhm. Was ich jedem kann anraten, um zu tun, Matthew Henry ist ein sehr generierter Kommentator auf der Bibel. Und was ich ihm hier hoch anregen, ist, dass ihm hier sagt, twee dingen. Ten eerste, hij noemt hier de Septuagint. En iedereen die zich een beetje mee bezighoudt, die weet wat een Septuagint te houden is. Dus hij geeft hier al een keer een reden waar dat vandaan komt. En hij heeft hiervoor nog gezegd, others say, was er niet ergens wat ik voorgelezen had. Maar was dat nu, wat ik daar juist gezegd had? Others think. Ja? Ja. Dus het is niet bijbels gefundeerd, wat hem hier zegt. Maar het is anderen zeggen. Anderen denken. Ja? Dus het is duidelijk niet wat in de Bijbel staat. Dat is heel belangrijk bij een Bijbelcommentator, dat hij het verschil maakt tussen wat de schrift zegt, daarom voert hem ook altijd schriften aan, gelijk Lucas en Daniel en Jesaja hier bijvoorbeeld, of als hem iets zegt van wat mensen zeggen, van wat zij denken wat het is. Ja, ja, zover eventjes hiervoor, dan ga ik terug dat schermdelen overlaten aan Perry. Ja. Dus de belangrijkste woord hier is before. A mighty hunter before the Lord. Dus weet je dat die niet juiste mens was. Maar die was een tiran of zoiets. Die was een antichrist. Die was tegen God. Ja. Ja? Ja. Dus de belangrijkste woord is hier before. Before betekent ook tegen. Ja, ja. Precies. Ja. En dus in dat opzicht komen dan natuurlijk weer die woorden van Walter Veit. Krijgen dan weer een andere connotatie. En zegt men van, als je dat dus in die hele samenhang verstaat, dan heeft hem waarschijnlijk geen ongelijk daarmee. Hij was een jager van zielen. Hij heeft alle zijn vijanden afgemaakt. Heeft zijn eigen stad opgericht. Maar daar gaan we ja nog gaan over spreken als we over Babel spreken. Zo ver zijn we er nog niet. Mm-hmm. Maar ik vind het wel eens interessant dat we hier al een keer erop gaan. En dat we ook eens een keer zijn naam goed verstaan. En dat we begrijpen dat we hier dus over de achterkleinzoon van Noah zelf gaan spreken. Dus niet zo ver in de linie weg. Dus we kunnen ervan uitgaan dat Noah zelf hem nog heeft gekend. Ja. Maar het is een beetje oude Engels dan, dat before. Hè? Ik denk in een nieuwe Engels zou dat meer against zijn, tegen. Hè? Dat een beetje meer duidelijk. Ik denk dat before is een beetje oude Engels misschien. Ja, moderne Engels is niet altijd beter Engels in dat opzicht. Nee. Ja, ja, maar ja, before, denk je aan een ruimelijke bedoeling, maar niet de bedoeling tegen iets. Ja. Je denkt aan een tijdelijke bedoeling, ja. In de tijd, ja. Before, ja, de tijd, en after. Ja, ja, ja.
or before, ja, das before ein Räumchen, ein Räum before in der zweite Räum, ja, das auch bisschen Architektur auch so it's before, ja, mal okay, das ist ein heel. Also ein Karma bedulde vor, ja, vor ein ja, Karma, ja. Ja, ja, Karma von Karma, ja, ja. Ja, okay. Ja. Ah, da ist ein kleiner Obmerkung hier, ja. Das Rahmenvetter. En waar ik dan ook aan denk, die Nimrod, die is toch ook verwoord in die Babylonische mythe, met dat hij dan de vader, de man is van Astarte of zo? Ja, en dat die, Astarte meint, met hem? Ja, je meint Semiramis. Semiramis, ja. Maar het probleem is dat als je op Wikipedia kijkt, dann vertellen sie, dass ich, dass es, ja, es soll sein eine historische Figur, aber ob dit Moment eine moderne historische Kontext, es wird vertellt, dass es ist ein Mythe, ja, das ist mythologisch und die ist nicht echt wahr und das ist eine mythologische Figur, mhm, ja, das ist Natürlich, probieren sie die Bibel ein bisschen in was ist die jüngste Niederlands in Questi. Ja, sie probieren die Bibel zu unterhalten, in Frage zu stellen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und alterart, als sie sagen, von dass Nimrod und Semiramis ein Mythe sein, ja, dann müssen sie auch zugeben, dass all die griechische Goden und die romanische Goden auch alle mal Mythen sein. Ja, maar dann ist es auch. Die Welt ist wel vandaag de dag voll von diesen Mythen und ihren Symbolen. Dus ja, da muss man sich doch nicht gerade fragen, von wo beginnt ein Symbol oder wo beginnt ein Mythe und wo beginnt die Wahrheit. Ich denke, den Punkt, den ich altijd al gemacht habe, sicher sind sie zu lesen von Alexander Hislop's The Two Babylons, der von Babylon nach Rome ist, dass ihr allein, als ihr die Bibel lest, den Ursprung von Babylon kennt. Viele Religies auf dieser Erde lochenen selbst nicht, dass sie aus Babylon kommen, auf sie können nicht lochenen, als sie die Wortels tot den Grund folgt. Aber das Problem ist, dass da mal ein enkel Buch auf dieser Erde ist, dass du den, dass du ausleicht, wo Babylon von da kommt. Ja. Und das ist die Bibel. Ja. Und sicher beginnt hier auch in Kapitel 10 von der Genesis mit der Generasis von Noah und achter der Flut. Ja? Ja. Weil das ist ja hier, wir sprechen über sein achter Kleinsohn, wir sprechen über die dritte Generation nach Noah. Dus dat is een heel dichte tijd bij de vloed. Maar ja, deze wereld wil natuurlijk niet waar hebben dat er ooit een vloed bestond. Ja? Dat kan ze al loochenen. Ja? Mm-hmm. Dat is ook een mythe. Ja? En allemaal mythes. Maar dus als dat allemaal mythes zijn, ja, dan heb je geen enkele waarheid niet meer. Want wat is dan waarheid? Is dan Zeus, Zeus waarheid? Is dan nee, dat, Jupiter dat, waarheid? Ja, dat is oké, okay, maar de punt is. Ze hebben een groot probleem, want als je die zeven wereldwonders bekijkt, dan zijn de piramiden van Gizeh in Egypte zijn één van de zeven. En als jij zegt dat die niet bestaan, die zeven wereldwonders, de eerste wereldwonder was die Hanging Garden of Semiramis in Babylon. Ja. Hangende Tuinen von Hangende Tuinen, ja. Ja. Dus daar hebben ze een beetje problemen. Dus ik denk, ik weet niet of Nederlands vermijden ze de namen Semiramis, grundsätzlich. Ja. Ja. Ze gaan het woord mijden. Ja, ze gaan het woord mijden en ze zeggen dan Astarte, ze zeggen Iana en dit en dat. Ze vermijden de Semiramis, want dan moeten ze toegeven dat Semiramis iets te doen heeft met Babylon. En dan is ook die Nimrod, als die meid, die Hunter, die is dan ook heel waarschijnlijk. Of ja, die is dan niet meer zo mythologisch. Maar dat is een probleem. Dus hebben ze verschillende namen nodig. Dan gaan ze in het Sumerische en dit en dat. Dat zijn allemaal kleine tricks. Ja. Dus heb je verschillende namen voor dezelfde mens. Voor dezelfde vrouw. Ja. Dat is een oude trick.
Ja, es bedeutet dasselbe, aber es ist ein anderer Name, ein verschiedener Name, und die meisten Menschen, die snappen das nicht. Ne? Da ist nicht Semiramis das Vorbild überhaupt von, ne? Weil Semiramis ist die Königin von der Himmel, ja? Der Himmelskönigin, gleich Astarte, ein Easter, ja? Auf Ishtar, so als die meisten Menschen aussprechen, mal Wort Ishtar ausgesprochen, aber auch Diana, ein Venus, und in Väter, was sie dann mit der missionarischen Adaptie in den Katholizismus getan habe, ist die Maria, da bin ich zu Hause. Und die Maria ist nichts anderes als der Himmel, der heidense Himmelskönigin. Ja. Ja. Und da wurde dann natürlich was echt interessant. Und durch in Fälle in elk verschillend Geloof eine und dieselbe Person zu gebrauchen, mal die einen anderen Namen zu geben, wie Michael so just hier korrekt sei, verwarre die Menschen allein mal. Ja, wie ist dann der Gott von der Verwarring? Satan, ne? Gott spricht deutliche Tale. Und ich denke, dass ein sehr deutliches Tal spricht hier auch in den ersten Versen von Genesis 10. Ich habe nie auch nicht gehört, dass wir hier auch direkt in Diskussion über Babylon gingen. Kommt auch later noch an der Pass. Aber letztendlich ist es doch wirklich nicht interessant, um das zu sehen. Weil wir tun jetzt ein Bibelstudium von Genesis 10. Weil das will ja nicht sagen, dass wir nicht auch andere Hofstücken auch alles gelesen haben. Und dann ist hier und da ist nicht Verbindungen können antrecken. Ja? Transferdenken kann tun. Da muss ich auch, als wir nun in der Vers 10 sein. Sehen wir in der Vers 10? Nein. Nee, da nee, kommen okay. wir nur noch hin. Da muss ich ein bisschen. Okay, dann mag ich die Aufmerksamkeit noch nicht. Okay. Ja. At the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Akkad, and Calne, and the land of Shinar. Erech, sage ich euch direkt damit bei, ein anderes Wort für Erech, das ihr sicher alles nicht gehört habt, dass ihr Herrscher des Bösen, Rulers of Evil, Herrscher von Quart gelesen habt, ist Uruk. Oké. Wil je nog 11 doen of ga ik het in Nederlands nou doen? Out of that land went forth Ashur and builded Nineveh and the city Rehoboth and Calah. Voilà. Ja. En het beginsel zijns rijk was Babel en Erech en Akkad en Kalne in het land Sinear. Uit ditzelfde land is Assur uitgegaan en heeft gebouwd Nineveh en Rehoboth, Ir en Kalach. En de aanvang seines königreiches war Babel, sowie Erech, Akkad und Kalne im Land Sinear. Von diesem Land zog er aus nach Assur und baute Ninive, Rehoboth, Ir und Kelach. Dazu Resen zwischen Ninive und Kelach. Das ist die große Stadt. Ja, das startet in der Stadtenverteidigung mit der rote Stadt. Doch, da startet. Okay. Ja. Diese ist die rote Stadt. Ja. Ich habe nur gesagt, dass Erech, dass wir das auch unter Uruk kennen, als ihr nicht gerne an die hebräische Wortel kijkt, das Wort ist das H751, from H748, und das Wort geschrieben Arak, ja, das ist auch heel dicht bei Uruk, ja? Als wir nicht wissen, dass natürlich unser Tal nicht hebräisch ist, Arak, Uruk. Und das ist, in anderen Worten, Arak ist a place in Babylon. Das will sagen, dass das eine Stadt auf dem Platz in Babylon war. Das ist ja hier logisch. Wir wissen ja, dass eine Stadt auf den anderen gebaut wird. Und dass man das Uruk erst gebaut hat und dadurch dann later das größere Babylon geworden ist. So verstehe ich das zumindest. Und will von der Kerstes von der Quart so viel gelesen habe und dass das so. Ja, das Verstehen daraus weg auch. Ich sage nicht, dass das die Wahrheit ist, aber das ist mein Verstehen davon. Und Erech, als ihr die Schreibweise seht, und dann habt ihr Uruk, ja, warum wird Uruk da nie in diese Welt vernommt? Er will gewohnt, und dass sie zwei Letters verwisselt haben, und dann findet niemand das nicht mehr. So denken die Antichristen immer eine Kehre. Mal dann sagen wir, mit dieser Studie nicht mehr ein bisschen das Slim auf. Ja. Genau. Und was ich auch interessant finde, ist das Wort Shinar. Da soll er wirklich nicht mehr mit dem Übergang ganz sprechen, weil
Perry, ihr könnt ja auch nicht hier in Google jetzt intippen, ihr könnt nicht hier gerne suchen. Mhm. Und da könnt ihr hier auf diesem Schirm tun, ne? Da können die Menschen ja, ja. sehen, dass ihr live am tun seid. Sucht da mal ist The Shiner Glory. Shekinah Glory, da kommt das von da, ne? Welcher? So, wir haben hier den Platz Shiner, ja. Wir haben hier den Platz Shiner und ihr habt da nur Shekinah. Und dann können wir jetzt nicht gern sehen, was ist das? Wer ist Shiner in the Bible? Sag ich das den hier? Und dann kriegt ihr nicht gern nach Shekinah Glory. Shekinah, Biblical Hebrew Shekinah, also Romanized Shekinah, bla bla bla, is the English transliteration of a Hebrew word meaning dwelling or settling and denotes the dwelling or settling of the divine presence of God. Das habe ich erst gelesen, ja, dass, oh, ich warte, ich sehe, muss ich mein E-Sort wieder oben tun, dass China, das ein Platz ist, in the beginning of his kingdom was Babel and Erech and Akkad and Calne in the land of Shinar. Das mit anderen Worten, in das Land, was wir da erst gesehen haben, was ihr erst gefunden habt, ob im Internet war, der Platz von Gott. Ob Erde. Die Shekinah Glory ist jetzt das Wort vermeldet in der Talmud. Die Shekinah Glory, das kommt nicht in der Bibel vor. Aber viele Juden sprechen über die Shekinah Glory von der de Wolk in der Lob von dem Dach und der Führsäul in der Nacht, als Gott 40 Jahre die Israeliten dort der Wüste geleitet hat. Dann sprechen sie von, oh, die Shekinah Glory, ja, the dwelling von Gott, Gottes Verbleib hier auf dieser Erde. Und dass das hier Shiner ist, was hier dicht bei dem Wort Shekinah kommt, ist folgens mir kein Zufall. Von da hätte sich hier well, it is probably of foreign derivation, dass das Wort kommt von, ist ein Wort von fremder Abkunft. Shiner, a plain in Babylon. Naja, was haben wir dann, was lehren wir dann, als wir über Babylon ganz lehren? Dass Babylon der Sätel von dem Mensch Gott wird. Nimrod hat sich doch selbst dort Gott verklärt. Hey, ist der wiedergeborene Sonnengott. Für mich ist das kein Zufall, dass ausgerechnet das Wort Shiner hiervor gebraucht wird in diesem Fall. Will ich gewohnt eben just nicht hier abweisen. Ne? Ich gehe da nie Rechtsprache abmachen, von, dass ich hier 100% gleich mehr habe, aber ich finde die Gleichnisse in dieser Taler fehlt deutlich. Und es ist auch interessant für die Menschen, um nicht zu wissen, was ist die Shekinah Glory? Ja. Und das ist sicher ein Wort, das höre ich hier und da nicht hier, als hier bevorbild Pastor Hobart, ich weiß nicht, kennt ihr die? Wie nennt die, wer mit seinem Vornamen? Hoggart, komm nicht, ob sein tick da nicht hier in Google, als ihr wollt, Pastor Hoggart, seine Vornamen können, Tony Hoggart oder so, ich weiß es auch nicht mehr. Hoggart ist in Elke Fall H-O-G-G-A-R, Pastor Hoggart, H-O-G-G-A-R-D, Hoggart. Mike Hoggart. Mike Hoggart, ja, YouTube, das sind die YouTube-Kanal. Als ihr die nicht hört, die sind echt viele Dinge in Hilfe von seinen Videos, die sind echt sehr interessant. Ne? Und dann spricht er von unter anderem die Shekinah Glory. Und dann sind so alte, so diese kleinen Fautjes, seht ihr? Sind diese kleinen Dinge, die da ingemixt wurden, weil ihr das der Wahrheit mit der Lügen vermengt. Und das ist präzis, was solche Lehrer tun. Unter anderem auch Mike Hoggart. Ich habe die mir dann ein Jahr sehr dicht gefolgt, sehr viel von seinen Videos bekäke. Sind auch sehr viel Interessante dabei. Aber ihr müsst auch sehr gut gelehrt sein in der Bibel und in der Wahrheit, um die Lügen von der Wahrheit bei ihm in seinen, in seinen Videos aufzuholen. Plus, er ist natürlich ein Futurist. Ja? Er lehrt nicht die Verfüllung von dem 70. Jahrweg von Daniel durch Jesus Christus, wird dort ja gelebt. Ist eine Kehren interessante kleine Aftwelling, dass Juli so jetzt auch nicht gesehen und heißt prägt das alte von der Shekinah Glory. Aha. Und das ist ein Jodse Erdrücken, die heute Talmud kommt. Und das folgendes Mai, Richard in der Ursprung, ob Shekinah, umdat das der Platz ist, war Gott verbleibt. Ja, was war der Platz? Babylon, Nimrod heeft Babylon der Platz von der Gott auf Erde gemacht. Ja, ja. Ja, hängt sich als selbst aus Gott verhoben. Ja, ja, und auch die Name Bab-El, ja? Das ist die Ending El, das ist ein Taken, dass es iets Gottliches ist, die beiden. Ja. Ja, El steht für Gottlich, ja? Ja, ja, das ist in Niederlands, the port, the portal to God, God's portal. Ja.
Ja, das ist auch von Walter Veit, hè? Ja, ja. Babel ist der Deur nach Gott, heeft hem gezegd in een van zijn zendingen, ja. Weet ik niet of dat zo is, ik heb dat nooit niet nagekeken, maar EL staat in elk geval voor Gott. Dat is in elk geval duidelijk. Ja, ja, ik zou dat nakijken, maar mijn computer maakt een beetje... is een beetje niet op... maakt niet dat wat is zou. Ik heb vandaag een beetje last van Nederlands taal. Ik weet niet waarom. In het ergste geval kan je altijd nog misschien thuis... nog, je hebt misschien niet genoeg kaas gegeten, Michael. Ja, ja. Dan kunnen we niet kletsen als een kaaskop. Ja, dat staat in de Isaac, daar staat Hebreeën 1:1 van Confusion. Ja, Bab El. Ja, maar dat is een heel beteken, ne? Wanneer je denkt aan die taal. Confusion van die taals die God dan geordineerd heeft. Ne? Dat is heel interessant. Ne? Ja. Right. Was staat hier, Babel? Ja, oké. En dat is van 1101. En dus Balal, a primitive root to overflow, by implication to mix, denominator from 1098 to father, anoint, confound, fade, mingle, mix, self, gift, provender, temper, and 1101. Okay, warum gab es da hier nun nicht? Die geeft mir die Route an und dann kann ich auf die Route nicht klicken hier. Was ist das? Ja, das Problem liegt auch auf dem Moment. H1101, ja, das gab es nicht hier. Ja, normal gesehen habt ihr auch eine Leiste an der Seite mit den verschiedenen Worten, das habe ich hier in New York nie. Ja, das ist auch mein Problem. Ich dachte, das war mein Computer. Nee, das ist nicht jouw Computer, das ist, okay. Das ist jouw E-Sword Machine. Ihr habt doch ergens ein Ding, wo ihr die Letters könnt suchen, ne? Dann könnt ihr da ein bisschen H1101 inticken. Ja, das dachte ich auch, aber das geht auch nicht. Das lügt nicht. Isaac lädt uns in den Steak von da. Ja, ja. Interessant. Ja, aber ich habe es nu auch bei einem anderen Wort, als ich das tue. Als ich bei einem anderen auf denselben Link klicke, dann geht das auch nicht. Das Hauptwort geht oben, aber die Link geht nicht oben. Esau destroys itself in one minute. Ja. Mission Impossible. Ja, ich snap das nicht. Ich weiß nicht warum. Ich war so blei, letzte Kerl war ich so blei, oh, das war sehr gut und ich konnte iets machen mit die E-Sort, aber auf dem Moment keine Idee. Gut, dann sollen wir mal ein bisschen weiter lesen, sicher, in den folgenden Versen. Warte mal. Out of that land went forth Ashur and builded Nineveh in the city of Rehoboth and Calah, and reason between Nineveh and Calah, the same is a great city. And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Nephtuhim, and Pathruism, and Kesluhim, out of whom came Philistim, and Kephtorim. And Canaan begat Sidon, his firstborn, and Heth. Ja, vers 15, dat is al voldoende, hè? Ja, dat staat er met 15. Pak ik hem ook even vanaf 11. Mm-hmm. Uit ditzelfde land is Assur uitgegaan en heeft gebouwd Nineveh en Rehoboth, Ir en Calah. En rezen tussen Nineveh en tussen Calah. En deze is de grote stad. En Mitzraïm gewon de Ludieten en de Anamieten en de Lehabieten en de Naftuchieten en de Patrusieten en de Kaslugieten, van waar de Filistijnen uitgekomen zijn, en de Kaftorieten. En Kanaan gewon Sidon, zijn eerstgeborene, en Het. Van diesem land
aus zog er nach Assur und baute Ninive, Rechobot, Ir und Kilach. Dazu Resen zwischen Ninive und Kilach. Das ist die große Stadt. Misraim aber zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter und die Naphtuchiter, auch die Patrusiter und die Kasluchiter, von denen die Philister ausgegangen sind, und die Kaphtoriter. Kanaan aber zeugte Zidon, seinen Erstgeborenen, und Het. Ja. Ja, mir fällt hier nun nicht direkt iets in, was man direkt so können gar besprechen. Allein alterat, dass Nineveh, die Stadt, die hier vernommen wird, auch later noch heel interessant ist. Mhm. Selbst Jesus vernommt Nineveh noch. Ne? Und weil von der Nineveh ten slotte auf dem Ende dann doch noch beraut heeft von haar Sonde. Ja. Dus in dat opzicht is dat zeker een interessante stad, maar daar komen we later in het Oude Testament nog een keer tegen. Ja, Jona is dat, hè? Wat blieft? Jona is dat ook? Jona is dat, ja. Jona is die profeet, denk ik, die daarmee te doen heeft, ja. Ja. Ik heb dat boek Jona nooit niet gelezen, dus het zal er wel in staan, ja. In elk geval interessant. We hebben één naam hier nu al tegengekomen waar we zien dat hij er vandaan kwam. En dat heeft Michael in de Duitse Bijbel voorgelezen. Dat staat zo niet in de King James. Mm-hmm. En dat staat zo ook niet in de... in de King James staat het bijna. Daar staat out of whom came Philistim. Yeah? Mm-hmm. You have Kalushim. Yeah? Out of whom came Philistim. Yeah. Want Philistim, daarvan komen dan de Philistim. Hoe noemen die weer in Duits? Philistijnen. Philister. Ja, in de Luther is het de Philistim in de Luther. Ja, heel interessant, want dat is later nog een heel belangrijk volk dat we nog een paar keer tegenkomen in de Bijbel later. Ja. Ja? Dus vandaar niet onbelangrijk om hier eens een keer eventjes mee kennis te maken. Goed, dat was dus tot en met vers 15, juist? Mhm. Als jullie nog iets hebben, dan mocht het zeggen. Anders kan ik gewoon in vers 16. Nee, ik heb nagekeken van die Bab, van die Bab L. En de Bab is van Arabisch de opkomst. En dat betekent, dat heb ik hier, das Tor. Ja, so is it, als het Arabisch is, is de betekening Tor, Portal, Port. Ja. Maar je hebt dat ook in Indonesisch. En dan is dat een kapitel. Ja, of in Nederlands is dat sexy. Ja? Ja, een hoofdstuk. Ja. Ja. Oké. Okay. Al-Bab. Hoofdstuk, ja. Ja. Ik weet niet wat voor zin dat maakt om te zeggen dat Bab, dus de oorsprong van het woord uit het Arabisch komt, want het Arabisch bestond in de tijd van Hebreeuws. Ja. Dat schreef natuurlijk nog niet. Ja, Indonesisch ook niet. Ne? Nee, Indonesisch ook niet. Dus dat zijn dan ja pas latere betekenissen die daar aangegeven geweest zijn. Dat is dan niet de oorspronkelijke betekenis. Ja. Dan zouden we eens een keer aan Perry moeten vragen wat Bab in Hebreeuws betekent, hè? Ja, dat zou ik moeten opzoeken. Dat heb ik gezocht. En ik kan nu niet geen Hebreeuws lezen. Oh, Perry wel. Ja, ik kan het, als ik het lees, kan ik het uitspreken, ja. Ik kan het alfabet. Ja. Deel maar je scherm. Ik zal dat voor de volgende keer... Ja. Okay. Wat zei je? Ik zei tegen Michael dat hij maar zijn scherm moet delen, dan kunnen we het toch zien. Oh, kan dat, Michael? Ja. Ik heb dat straks toch ook gedaan. Hij kan het gewoon zijn scherm delen. Ik heb het nog niet... moment. Ik heb zoveel verschillende dingen hier. Oké? Okay? Ja. Oké. Okay. Maar dat klopt niet hier. Het gaat niet door. Ik kan het niet wisselen hier. Oh, in Hebreeuws, oké, Engels, Dutch. Ja. En nu?
Nee, das ist ein bisschen mulig, hä? Ja. Na, warum? Woven, Lobo, das ist ein Pub. Der Terre von Woven, da steht doch das Geel on the Line, das sind doch die hebräische Letters. Von das Pub, hier, ja. Nicht? Ja. Als je een keer stopt en alles geklikt, dan kan je dat misschien rustig gaan bekijken. Mm-hmm. Dus voor wat staan Pap dan? Ja, dat weet ik niet. Dat zal ik hier wisselen. En hier staat dat het op Arabisch de Tor is. Ja? Ja, dat is duidelijk die weiterfeit. Ik vind het leuk huiswerk voor mij. Ik ga het wel even naspeuren wat ik kan vinden met mijn kennis van Hebreeuws. Daar neem ik gewoon even tijd voor. Daar ga ik lekker aan zitten puzzelen. Huh? Oké. Okay. Ja, ik kan hier ook proberen. Ja, toll. Ja, super. Ja, daar willen we niks meer. Nee. Nee, dann gaan wir door, Perry. Okay. Ja. Deel je scherm terug, dann hebben we de Bijbel terug in beeld. Okidoki. Nou, we zitten nu op een uur. Zullen we nog een klein stukje doen en dan een stuk stoppen? Of zullen we er een punt aan maken? Jullie mogen zeggen. Ik zal zeggen, laat ons gaan tot en met vers 18. Ja, vind ik goed. Kom maar op. And Canaan begot Sidon, his firstborn, and Heth, and the Jebusite, and the Amorite, and the Girgashite, and the Hivite, and the Arkite, and the Sinite, and the Arvadite, and the Zimmerite, and the Hamathite. And afterwards were the families of the Canaanites spread abroad. The Canaanites, dus hier hebben we weer Kanaan vernoemd, ja, de eerstgeboren van, kom altijd met die namen door elkaar, van Shem Ham. Zeker? Was nee, Ham? Ja, 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 sorry, Ham. Ja, ik kom altijd met die namen door elkaar. Dus nee. De eerstgeboren van Ham, die de Kanaïters verbrengt. En al deze namen hier, bijvoorbeeld de Hiviten kennen we later nog, die Zemariten komen we ook later nog tegen, enzovoort. Dus allemaal interessante namen voor een latere studie nog. Maar goed, dat was tot en met vers 18. In de Koning James, dan komen jullie twee nog aan beurt. Yes. En dan vanaf vers 15 lees ik hem even voor. En Kanaan gewon Sidon, zijn eerstgeborene, en Het. En den Jebusiet. En den Amoriet. En den Girgashiet. En den Heviet. En den Arkiet. En den Siniet. En den Arvadiet. En den Semariet. En den Hamatiet. En daarna zijn de huisgezinnen der Kanaanieten verspreid. Ja. Kanaan aber zeugte Zidon, sein Erstgeborenen, und den Het, auch den Jebusiter, den Amoriter und den Girgashiter und den Heviter, den Arkiter und den Siniter und den Arvaditer, den Zemariter und den Hamatiter. Und danach breiteten sich die Sippen der Kanaaniter aus. Was ich nun persönlich sehr interessant finde an all diese Absummung von den Geburten hier nahe ist, dass wir allemal zu tun haben mit heidense Völkern. Mhm. Ja. Wir müssen mal hier ein Ding probieren zu begreifen. Hier spricht es niemand über Israel. Hier spricht es niemand über die Juden auf ein anderer von die 12 Stämme, die Israel ja ausgemacht haben later. Mhm. Das gibt doch auch eine Idee, wie viel länger in Geschiedenis diese heidense Völkerin haben, ten opzichte von den Israeliten later. Und das gibt dann auch eine Idee, wie klein Israel in Verhältnis tot der hele Weltbevölkerung altijd war. Mhm. Mhm. Und dann verschwindet misschien het spreuk von de Mehrheit heeft altijd gelijk in ein anderes Bild. De meerderheid moet niet altijd gelijk hebben, gewoon omdat ze in de meerderheid is. Maar waarom is ze in de meerderheid? Omwille van dat in het begin al deze heidense volkeren zich over de hele wereld verbreid hebben, gelijk een plaag, gelijk locussen. Ja. Ja.
en dat vind ik eens een keer een heel interessante beschouwing om daar eventjes een keer mee bij te nemen. Dan rukken we in het juiste licht waarom Israël zo klein was. Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, zeg maar, Michael, je wilde iets zeggen daartoe. Ja, en het ook de bedoeling dat die hele mensen daar, die heden, ja, dat zijn veel meer mensen. Ja, die zijn kwantitatief, ik zou dat opzoeken in mijn... Dat bedoel ik toch, dat er zo veel zijn. Ja, maar weet je, dat probleem is, dat is in onze tijden, is het dezelfde situatie. Ah ja, het is altijd al zo geweest. Ja, dat is de punt, ja. Maar ik heb ook een klein cadeau voor jullie. Oh. Ik heb iets gevonden. Ik moet maar even mijn scherm delen. Mm-hmm. Oké, okay. Zo, dus. Waar ben ik nu? Daar, zie je dat? Ah. Ja. Hoofdstad van... Hebrew Babylon. Bab Hel, from Akkadian Bab Ilo, Gate of God. Dat staat hier. Mm-hmm. Ja. En die Etymology on Dictionary Online, weet Jörg, die is een favoriete Website von mij. Ik weet niet hoe betrouwbaar dit is. Maar je hebt hier ook die Meaning Confused Medley of Sounds. Dat is heel interessant, hè? Confused Medley of Sounds. Ja. From the biblical story of the Tower of Babel. Ja, dat is de verwarring van de talen. Ja. Als de toren van Babel ineengestort is, ja. Ja. Of als God die heeft doen instorten, laat maar zo zeggen. Ja. Ja. Dus heb je hier ook die referentie van Gate en God. Huh? Ja. Tof. Ja, so is het dat... De poort of die deur van de menselijke God Nimrod. Mm-hmm. En dat is ook belangrijk, want je weet, in Babylon, daar was ook die Ishtar-deur, of Ishtar-poort, ik weet niet wat er startte. Huh? Mm-hmm. En die is ook on display in de Pergamon Museum, denk ik. Ik wou ze zeggen, is toch in Berlijn, hè? Ja. In de Pergamon Museum. Ja. Daar staat die poort van Ishtar. Ja. Of Easter, zoals we eigenlijk zouden moeten zeggen. Ja. Ishtar wordt het geschreven, hè? I-S-A-T-A-R. Ja, ja. Maar het wordt Easter uitgesproken. Ja, ja. Gelijk Pasen. Ja, dat is een... de Babylonische god... Of female god van de oorlog. Van de oorlog. Ook. En van die, van de liefde. Van de seks. Wat zeg je? Lichamelijke liefde. Ja, precies. Ja. Ook dat nog, ja. Ja. Ah ja, daarom is de Romeins-Katholieke Kerk een sekskult, zoals we weten. Ja. Ja, iets, allemaal iets, bijeen, hè? Ja, de meeste Romaanse katholieke kerken die hebben zo'n Ishtar-tor-poort. maar die mensen die weten dat niet, die gaan daar straks door. Ja. Maar daar staat het ook, Ishtar en... Ishtar is Easter, is Inanna, ja, is dezelfde naam, maar van de Sumera. Ja, dus het is helemaal hetzelfde. Semirimas, ja. Ja, dat is helemaal hetzelfde. Ongelooflijk. En Tirana, en Ashtoreth, en Kybele, en Ceres. Enzovoort. Enzoverle, enzovoort. Ja. Ongelooflijk. Allemaal één en dezelfde soep. Ja, waar je beter niet van kunt eten. Nee. Oké, ik vond het een mooie afsluiting. Spannend voor de volgende keer. Mm-hmm.
Wil jij nog wat ter afsluiting zeggen voor de mensen, Jörg? Ja, lees de Bijbel. Ja. Kort maar krachtig. En Michael? Ja, read your Bible. Je zou met iets anders moeten opkomen, dat is moeilijk. Dat kan ik niet, dat is automatisch ingebouwd. Ja. Maar ja, kunnen daar nu nog veel aan toevoegen. Het woord van God is zo belangrijk, dat hebben we vandaag ook alweer gemerkt. En je krijgt een heel beter verstaan van geschiedenis en alles erop en eraan als je de Bijbel kent. Ja. Want wat je in school in geschiedenis niet geleerd wordt, dat leert de Bijbel u. Alleen moet je het zien te verstaan. Ja? Ja. En dat hem al deze heidense volkeren opnoemt, dat zijn de namen die ook later in de Bijbel nog een keer wegkomen, dan merkte je dat zijn volkeren die zijn machtiger als anderen. Waarom zijn ze machtiger? Omdat ze brutaler zijn. Omdat ze nog meer van God weg zijn. Omdat ze Moloch gediend hebben. Ja? Mm. Omdat ze hun kinderen de vuur God als offer dargeboden hebben, onder andere. Ja. Ja? Iets wat God de Israëlieten verboden heeft. Ja? Niet aan Moloch hun kinderen te offeren en alles erop en eraan. Mm-hmm. En ik vind het heel interessant dat we hier een keer al die verschillende volkeren gezien hebben. En dat geeft ons dan ook het verstand ervan waar wij in feite allemaal vandaan komen, die we ja ook heidenen zijn. Ja. Wij zijn in het vlees heidenen, maar we zijn in geest Israëlieten. En dat is een heel belangrijke punt, want je hebt vandaag de dag, gelijk ook in de tijd van Jezus Christus, je hebt twee Israëls. Je hebt een Israël in de vlees en je hebt een Israël in de geest. Ja. Heel interessant. En als je daar meer over wilt weten, dan moet je een keer dat boek lezen van Steve Wahlberg, The Israel Deception Exploded. Okay. Bijna even zo spannend als de Bijbel, kan ik je beloven. Tof. Nou, dankjewel Jörg. En jij ook, dankjewel Michael. Ja, excuses voor mijn slechte Nederlands. Ah, het was vandaag weer schattig en mooi. Ja, mooi. Het was belachelijk misschien. Ach nee, zo denken wij niet. Tuurlijk niet. Comedy club. Nee. Je moet ons eens horen stuntelen in het Duits. Dus, nee, dat wordt je allemaal vergeven. Het wordt gewaardeerd dat je het verzoekt. Om er maar een Nederlandse grap van te maken. Ja, dat is een goede grap, Perry. Maar als je een beetje Duits spreekt, dan versta je jouw Nederlands ook goed, omwille van dat je hier en daar dus Nederlands met Duits gaat mengelen op zo'n manier. En dat verstaan die mensen dan weer. Dus ja. Ik heb al erger horen spreken. En ik wil je ook niet per se verbeteren, maar als ik zo van die fouten hoor, dan knijpt dat bij mij. En dan wil ik gewoon graag dat je het vervolg niet terug gaat doen. Maar dat is moeilijk. Ja, dus sorry, ik wil niet beter weten je overkomen, maar het is gewoon mijn natuur dat ik mensen dan probeer te helpen om beter te praten. Ik zelf praat ook niet perfect, dus in dat opzicht. Precies. We hebben allemaal nog iets te leren. En het meeste wat we gaan leren is, dat is wijsheid trekken uit het woord van God. Daarom nog voor de tweede keer, lees uw Bijbel. Ja. Voor mij nu echt het afsluitende woord. Maranatha. Hartstikke mooi. En tegen jullie zei allemaal, jullie kijkeraars, luisteraars, zeg ik op zijn hamburgers. Tjus en dag lieverds, tot de volgende keer.